aardappelwortelstoof. Schil 500 gram iets kruimige aardappelen en snijd in 4 gelijke stukken. Schil 500 gram winterpeen en snij in stukjes van 2 centimeter. Snij 1 teen knoflook fijn. En snipper 1 rode ui. Snij 100 gram gedroogde abrikozen in stukjes. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een hapjespan en fruit de ui 1 minuut. Voeg de knoflook toe en bak 3 minuten. Voeg de aardappelen, peen, abrikozen, 1 groente bouillontablet en 1,5 liter water toe. Breng aan de kook, schep om en laat op laag vuur met de deksel op de pan 30 minuten stoven. Snijd 375 gram bevroren kabeljauwfilet in stukken. Schep de stoof na 15 minuten om en leg de kabeljauw ertussen. Snijd de blaadjes van 15 gram koriander en 10 gram platte peterselie grof. Neem de pan van het vuur en bestrooi met de kruiden. Zo maak je aardappelwortelstoof.